Op zoek naar ideeën voor de Waalsprong. De opvallendste reacties via social media. En hoe goed is de Nijmegenaar eigenlijk op de hoogte van het lokale nieuws? Welkom bij Wat Zegt Het Volk. What does the fox say? What the fox say? Inmiddels is waarschijnlijk elke Nijmegenaar er wel eens op het nieuwe Stadseiland geweest. Een uniek project. En zeker iets om trots op te zijn. Waar we wat minder trots op zijn, is het braakliggende terrein erachter. De komende jaren zal er gewerkt worden aan planvorming voor nieuwe wijken in dit gebied. Maar tot die tijd is er nog niet veel te beleven. En dat is jammer. En dat vindt ook wethouder Bert Veldhuis. Totdat er gebouwd gaat worden, kan het gebied prima voor andere doeleinden worden gebruikt. En daarom is de gemeente Nijmegen op zoek naar leuke ideeën. Ideeën om levendigheid te krijgen in de nog te ontwikkelen gebieden van de Waalsprong. Het winnende idee wordt in maart bekendgemaakt en wordt beloond met een financiële bijdrage om het idee te realiseren. Dus, kom maar op met die creatieve uitspattingen. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-1. What the fuck say? De gemeente van Nijmegen is op zoek naar leuke ideeën om iets te doen met de Waalsprong. Een tijdelijke oplossing, omdat dat zo kaal daar is. Wat zou u er graag mee doen? De Waalsprong. Ja. Hebben jullie misschien leuke ideeën daarvoor? Nee, op dit moment even niet bij de hand. Geen idee, ik kom uit Limburg. Ik weet het niet. Uit Limburg? Oké, okay, je loopt hier nu wel in Nijmegen. Ja, dus dat weet ik. Wat vind je ervan? Ja, het ziet er goed uit. Geen idee. Heb je nooit bedacht van, dit mis ik hier? Nee. Want ik ben sinds hele lange tijd weer in de stad en het verbaast me dat er weinig te doen is. Ik zou... Nijmegen heeft al heel veel, toch? Dat is absoluut waar. Dus u bent helemaal tevreden? Jawel. Op dit moment zeker. Ja. Hi. Hi, we zijn op zoek naar goede ideeën voor de Waalsprong. Ja, goed. Creatief, ja, ik zoek voor jullie. Als je over de Waalbrug gaat, de spoorbrug, ja. Daar aan de linkerkant. Daar ligt zo'n gebied, doen ze helemaal niks mee en dan willen ze nu iets tijdelijks gaan doen. Appartementen bouwen of zo, of iets voor vluchtelingen of zo. Oh, dat is een goeie. Voor vluchtelingen. En dan tenten om te leven, ja. Of activiteiten meer. Ja, zoiets denk ik. Aan de andere kant van Nijmegen, aan de andere kant van de brug. Ja, aan de andere kant van de brug, zo'n brakterrein, gebeurt niks. Geen idee, ja, ik kom hier niet vandaan, dus voor mij is het niet echt noodzakelijk dat ik daar iets van vind. Misschien ben je er iets binnen zo. Hallo, ik had een vraagje. Sorry, ik heb geen tijd. Oké, dan heb ik een vraag aan jullie over de Waalsprong. Ideeën daarvoor? Nee, geen ideeën? Geen ideeën. Jij misschien? Nee, ik zou het ook echt niet weten. In ieder geval dat je iets buiten kunt doen bij een warme kachel. En dat er toch... Een vuurtje misschien, kampvuurtjes misschien. Ja, het zou ook goed zijn. Maar in ieder geval dat je niet... erbij, kom ik helemaal goed. Hallo meiden. Wow. Ik zou dan denk ik meer iets zoeken in de zin, net zoals de honing. De houtwerffabriek aan de Haterseweg. Zoiets dergelijks. Ik kan me voorstellen dat daar wel meer vraag naar is. Naar dat soort locaties. Je vindt dat er weinig te doen is? Ja. Het is nu kermis zelfs. Ja, dat zal. Ja. Vierdaagse festivaletje hier. Maar dat is dan de uitstekende gelegenheid om inbreng te geven. Wat zouden ze kunnen doen bij de Waalsprong? Dat je zegt, nou nu zijn er wel leuke evenementen. Nou, ik ben niet zo speciaal geïnteresseerd in dingen. Dus kom maar even kijken. Ha, jongens. Hi. Jullie zien eruit als twee mannen met goede ideeën. Kom erbij. We zijn Duits. Sorry. Duits hebben ook goede ideeën, toch? Nee. Nou, bij deze Duitsers hebben we geen goede ideeën. Kennen jullie dat gebied, de Waalsprong? De Waalsprong? Ja, dat over de spoorbrug. Lichte gebied, daar doen ze niks mee. Helemaal kaal. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is daar. Wat zouden jullie vet vinden als ze daar plaatsen? Tijdelijk zoeken ze iets om daar wat mee te doen. Is daar water? Er is water, ja. Moeten we er een feestje houden? Moeten we er iets voor de kids doen misschien? Nou, dat misschien ja. Ik denk voor de kinderen, ja. Groot zwemparadijs of zo? Ik weet echt niet. Eigenlijk. Wat zou jij doen met je vrienden daar? Ik weet niet. Gewoon zitten, chillen. Nee, ik weet echt niet. Ja, prima, snel tevreden. Dat mag ook. Wat zou leuk zijn? Wat zou jij vet vinden? Een evenement. Dat ze in contact staan met de nieuwe... Ja, gedeelte. Ja, wat zei jij? Met live muziek. Dat gewoon muzikanten komen en lekker spelen met z'n allen. Ja, en honing gaat misschien natuurlijk weg. Dus zou dat een alternatief ook, zijn om daar te plaatsen? Precies. Ja, dat kan. Dus eigenlijk kunnen we nu meteen ook zeggen, honing moet gewoon blijven, toch? Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat is ook een andere oplossing. Ja, precies.
Dus ik sluip hem er even in. Honig moet gewoon blijven. En we maken gewoon een tweede bij de brakke grond. Ja. Daar. Is goed. Doe maar. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? De meeste mensen kijken dagelijks op nieuwswebsites als nu.nl of kijken de nieuwsuitzending van bijvoorbeeld de NOS of RTL. Maar ook op lokaal niveau gebeurt er natuurlijk dagelijks van alles. En dit kun je dan ook weer terugvinden op websites als n1.nl of op tv in de NN-update. Maar hoe goed is Nijmegen nu eigenlijk op de hoogte van het nieuws dat in een directe omgeving ontstaat? Wij zoeken het uit. What the fuck, say? We hebben 5 vraagjes, waar of niet waar. En die gaat u gewoon allemaal eventjes binnen tikken, toch? Oké. Okay. Daar gaan we. Huppakee. Hilkman, het slachthuis, die chanteert oud-medewerkers. Voel het gewoon aan. Voel het. Denk ja, gewoon, dit is ja, het. Ja. Ik denk het wel. Of het waar of niet waar is. Wat denk jij? Het zal wel hartstikke waar zijn. Ja. Correct. 1 punt, daar gaan we. Ja. Dat klopt inderdaad. Althans, volgens de FNV. Volgens de vakbond weigert Hilkman aan 35 ontslagen medewerkers een ontslagvergoeding te betalen, zolang zij een rechtszaak aanspannen tegen het bedrijf. What the fuck, say? Tweede vraag. Co-op, de supermarkt aan de Torenstraat is overvallen. Ja. Ik denk ja. Klopt ook. Die is overvallen. Klopt. Ook weer goed. Nee, wat moet je nou bij co-op? Ligt vaak geld bij de kassa? Nee. Sigaretten? Sigaretten alleen maar. Chipjes? Nee, ik zeg nee. Koekjes? Ik zeg ja. Ja, is overvallen. Ja, is overvallen. De supermarkt is inderdaad overvallen en wel maandagavond om 8 uur. What the fuck, say? Dan Nijmegen. Die wint een prijs voor de meest karakteristieke binnenstad. Zou kunnen. Ja, ik weet het. Het zou kunnen. Zou kunnen. Maar ik zeg nee. Nee. Ik denk ja. Eenie, mini, mini, ja, we hebben al drie keer waar gehad. Of twee keer waar. Twee keer. Ja, ik kan bijna gewoon niet waar. Maar ja, misschien is alles gewoon waar. Ja. Zeg niet, waar. Niet waar. Niet de meest karakteristieke, maar wel de slimste. Dit heeft te maken met het gebruik van sensordata van burgers over geluid en luchtkwaliteit. What the fuck, say? Dan is de volgende. A73 bij Nijmegen is de komende 3 weken afgesloten. Volgens mij wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja? Volgens mij wel. A73 bij Nijmegen is de komende 3 weken afgesloten. Klopt. Ja. Ja. Nee, wat klopt. Ja, hij gaat dicht. En dat klopt ook. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de Maasbrug. Daarom is de weg de komende 3 weekenden in zuidelijke richting afgesloten. What the fuck, say? En dan laatst de Waalbrug. Die wordt gemoderniseerd. Klopt. Zijn ze er goed mee bezig al? Allang? Ja, ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Ja, ik denk van wel. Ja. Ja. De oude brug. Wordt gewoon. Ja, zal wel moeten. Ja, dus er zijn allemaal dingen mis mee? Ja, heb je er wel eens overheen gereden? Ja. Ja, nou, dan wordt hij vernieuwd. Ja. Ze zijn ermee bezig, maar hij wordt niet vernieuwd. Of hij wordt niet vernieuwd, hij wordt in oude glorie hersteld. De brug wordt tijdens de renovatie in oude glorie hersteld. Dus zoals hij in 1936 gebouwd is. Zo zal onder andere de busbaan dus verdwijnen. What the fuck, say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijdn1. What the fuck, say? Tot zover deze uitzending van Wat zegt het volk. Blijf ook aankomende week het actuele nieuws volgen via onze website n1.nl. En praat erover mee via facebook.com/altijdn1. Tot volgende week. Je kijkt naar Wat zegt het volk? Wat zegt het volk? Wat zegt het volk? Aflevering gemist? Kijk op n1.nl. Dus dat zei het volk. What does the fuck say?